Er zijn twee gratis skins te krijgen in Fortnite waar niemand van af weet. Gelukkig ga ik deze aan jullie laten zien in deze video. Dus kijk deze video gewoon even helemaal af tot het einde. Drop even snel een duimpje omhoog, want we gaan dan gewoon nu gelijk beginnen. Jullie hebben het goed gezien, jongens en meisjes. Ik ga jullie in deze video twee gratis skins laten zien die heel erg makkelijk te unlocken zijn. En waar bijna niemand iets van af weet. Dus kijk deze video helemaal af. Zit een leuke verrassing in, kan ik alvast vertellen. Want als je misschien dan naar de skin kijkt die ik aan heb op de achtergrond... is die eindelijk in de itemshop. Eindelijk zijn de nieuwe Fortnite Mares Phantom skins in de itemshop te krijgen. Daar gaat het niet over trouwens, over deze skins. Dus niet getreurd. Maar ze zijn wel echt knijter. Maar ook echt knijterziek. Ik heb in ieder geval alleen de zwarte gekocht met de code kwaad. Dus als je mij wil supporten in de itemshop, vergeet dan even niet met support ik weet de code kwaad in te vullen. Ik typ hem even met jullie mee voor als je het niet begrijpt. Het is de KWAAD. En als je dat hebt ingevuld, kan je op search klikken tot de streep er staat. En dan ben je mij heel erg lekker aan het supporten. Dit zijn de skins. Ze zijn echt... tandoeziek zoals je kan zien. En ik heb hem in het zwart gekocht. Want ik hou gewoon heel erg van zwarte skins. Maar daar gaat het verder niet over, jongens en meisjes. Ik ga het vandaag hebben over twee skins die in principe gratis zijn. Daar ga ik zo meteen op terugkomen, zeg maar. Waardoor ze ook heel erg makkelijk te unlocken zijn. En daarom dacht ik, ik kwam ze tegen. En hier moet ik gewoon een video van maken. Dat dacht ik gewoon. Dus... drop even een duimpje omhoog. Doe dat eventjes. Abonneer op mijn kanaal om niks van mijn video's te missen, of course. Want als we natuurlijk naar de questen gaan, denken heel veel mensen dat het te maken heeft met questen. Nou jongens, geloof me, dat heeft er niet mee te maken. Het heeft daar totaal helemaal niks mee te maken. Het heeft ook eigenlijk helemaal niks te maken met überhaupt skins die je via questen kan unlocken. En het heeft eigenlijk ook niks te maken met V-Bucks. Want in principe, om deze skins te unlocken, hoef jij geen V-Bucks uit te geven... maar, er zit een kleine maar aan, je kan er wel V-Bucks mee terugkrijgen. En ik heb in het verleden al een aantal van dit soort video's gemaakt. En ik blijf ze gewoon maken omdat heel veel mensen hier nog steeds niet van af weten. En ik jullie daarop wil supporten. Ik verdien daar zelf trouwens helemaal geen geld aan, want dat ga ik jullie zo meteen uitleggen. Maar met de skins die ik jullie zo meteen ga laten zien, kan je dus je V-Bucks terugkrijgen. Want... als we namelijk naar de itemshop toe gaan, hebben we natuurlijk al deze tapjes. Bij Fortnite Mares heb je tapjes zoals Symbiotes, Disney Villains en Creepy Outfits. Dan krijg je natuurlijk die Spotlight Outfits met heel veel skins die natuurlijk elke keer roteren, et cetera. Royal Originals, nou, dat zijn er zo om maar door te gaan, echt tering veel skins, zeg maar. Dus ja, je kan echt door blijven gaan. Het is echt niet normaal hoe groot eigenlijk de itemshop is. Ik ben er nog steeds geen voorstander van. Maar wat je moet doen in de itemshop is letterlijk helemaal naar beneden scrollen. En dan kom je dadelijk bij de passes en Fortnite crew uit. Nou ja, ik heb zowel de Lego pass als de festival pass niet gekocht. Want ja, ik vind het echt, om deze skin nou te hebben, het niet waard. Maar daar gaat het ook niet om. De Fortnite crew gaat het ook niet om. Alhoewel, die kan je natuurlijk kopen om elke maand natuurlijk je V-Bucks te krijgen. Dat weten we natuurlijk. Maar daar gaat het deze keer ook niet om. We moeten nog meer naar beneden. Want we moeten bij de speciale offers en bundles kijken. En ik raad jullie aan hier echt vaker naar te kijken, jongens en meisjes. Want we hebben hier niet twee skins, maar eigenlijk drie skins. Maar ja, in principe hoort deze skin er niet bij. Want hier krijg je bijna niks voor terug. Je krijgt natuurlijk wel de Operation Bright Starter Pack. Oftewel een nieuwe Bright Agent die op zich clean is. Maar daar gaat het niet om, jongens en meisjes. Want dit is voornamelijk van Lego gerelateerd. We moeten kijken naar deze twee packs hier. De Goopunk pack. Ik hoop dat je het kan zien omdat mijn camera er misschien voor staat. En de Sun and Skills pack. Want als we gaan beginnen met de Suns and Skills pack. Zien wij hier voor €4,50 een skin. Plus 600 V-Bucks, jongens en meisjes. En wat je daarvoor krijgt is dus de Lizzik. Oftewel gewoon een best wel lijpe skin. Je moet even niet letten op de backlink. Want die backlink heb ik van mijn oude skin aanstaan. Maar het is oprecht een best wel lijpe skin. Dan krijg je een Lego variant erbij. Dus als je ook nog eens Lego speelt, krijg je er een skin bij. Een backbling, de Lizzik Hatchback, die er ook op zich best wel grappig uitziet, vooral met dat dingetje hieronder. Twee pickaxen, of een dual wild pickaxe moet ik eigenlijk vertellen. En de Lizzik Blab. En uiteindelijk dan natuurlijk jouw V-Bucks. Maar, als we natuurlijk gaan kijken, jongens en meisjes, €4,50. Dan krijgen we dus een skin bij. Helaas kunnen we de rarity niet meer zien. Vroeger kon je natuurlijk zien of het een paarse skin, of een gouden skin, of een blauwe skin was. Maar ga ervan uit dat dit een blauwe skin is. Die kostte onder de beide 1200 V-Bucks. Nou, reken maar uit, 1200 V-Bucks is sowieso, als we naar de itemshop toe gaan, zoals je kan zien, €9. Dus, je hebt al zo en zo voor de helft minder, eigenlijk, kan je het zo zeggen, heb je al een skin die al natuurlijk best wel nice is. Maar buiten dat, krijg je er dus ook nog eens 600 V-Bucks bij. Oftewel, je kan zeggen, betaal je nou voor de V-Bucks €4, want je krijgt 600 V-Bucks, of betaal je voor de skin. Oftewel, dit is echt een hele goede steal om te kopen. En ik zeg niet dat je het moet doen. Want nogmaals, dit koop je niet met de code kwaad. Hier heeft code kwaad helemaal geen toetrekking op. Maar het is wel gewoon nice voor mensen die minder skins kunnen of mogen kopen. Omdat dit gewoon een veel betere deal is dan, zeg maar, een losse skin te kopen in de itemshop. Maar
Nou, toch niet wel op, jongens en meisjes, want we hebben natuurlijk de tweede skin. En hier krijg je dus ook Save the World Access bij. Ik weet niet of je het kan zien staan, zo kan je het sowieso zien. Hier staat Include Save the World Access voor bijna 19 euro, namelijk 18,49 euro. Krijg je echt een hele lijpe bundel. En deze skin vind ik echt tam toe bruut. Je krijgt namelijk de Rotten Penny. Oftewel, dit lijkt heel erg op de OG Girl Trooper, wat heel erg nice is. Wederom, daarbij krijg je ook een Lego variant. Je krijgt een hele zieke backbling, waarbij je een afgehakte hand met een microfoon erin zit die dit doet. Keilijp. En dan vervolgens deze pickaxe. Nou, deze pickaxe vind ik zelf echt heel erg ziek. Dus ik ga oprecht na de opname deze skin kopen, omdat ik deze echt in mijn lokken wil hebben. Plus wat ik zei, voor 18,50 euro krijg je er ook Save the World bij. Plus in Save the World, of überhaupt, krijg je dan nog eens een bonus pack erbij. Waarbij je dus V-Bucks kan unlocken. Je kan 1500 V-Bucks unlocken, staat hier linksboven. Ik denk dat mijn facecam er net voor staat. Maar je kan 1500 V-Bucks unlocken. Ik weet niet of dat hier ook bij staat. Staat hier ergens 1500 V-Bucks? Ja. Rotten Penny Challenge. Earn up to 1500 V-Bucks Challenge bij completing Save the World Daily Quest. Oftewel, je krijgt dus 1500 V-Bucks. Nou, 1500 V-Bucks is ongeveer, nou, de prijs zoals je hier kan zien van 15 euro. Plus, jongens en meisjes, als je dan natuurlijk deze skin erbij pakt, is dit natuurlijk sowieso een paarse skin. Want je kan het zien aan hoe speciaal die is en ook aan de prijs. Plus, je krijgt er zo'n hele nieuwe game ook bij. Want er zijn ook mensen die nog steeds geen Save the World hebben. Plus, je krijgt ook hele lijpe pickaxe erbij. Nou, ik vind het echt heel erg chill en echt een hele lijpe deal voor de prijs. Dus je kan eigenlijk gewoon zeggen dat je dan of V-Bucks of een skin gratis krijgt. Nou, in dit geval vind ik, omdat je zoveel V-Bucks krijgt, dat je de skin natuurlijk gratis krijgt. Dus dat is natuurlijk echt insane. Dus ik dacht, dit moet ik aan jullie laten zien. Dit wil ik natuurlijk gewoon aan jullie mededelen. En ik hoop dat jullie dat ook heel erg leuk vinden. En daarom wil ik ook twee keer deze pack weg gaan geven. Ik wil één keer de Sunner Skills pack weggeven. En één keer de Girl Punk pack. Dus wil je nou op één van deze packs kans maken, moet je eventjes natuurlijk de stappen doen die ik in elke video waar ik een giveaway doe, vertel. Stap nummer 1, jongens en meisjes, is sowieso die code kwaad invullen. Want heel veel mensen weten het nog steeds niet. Code kwaad is mijn nieuwe supporter creator code. Dus vul die even in. Support je mij natuurlijk enorm. Dus sowieso dikke love naar iedereen die de supporter creator code kwaad aan heeft gezet. Sowieso dikke SO als het groene streepje er staat. Stap 2, geabonneer je naar mijn kanaal, jongens en meisjes. Abonneer nu op mijn kanaal met dat belletje aan. Mis je niks van de video's die ik upload. En ben jij dus de volgende allereerste keer die dit natuurlijk ziet. Dus ik zou zeggen, doe dat gewoon. Zet het aan. Stap 3. Duimpje omhoog achterlaten. Had je nog geen duimpje omhoog achtergelaten? Doe dat dan nu eventjes. Support je mij natuurlijk enorm. En zo naar jou. En stap nummer 4. Gooi even jouw Epic Games naam, man. Ik moet jouw Epic Games naam even hebben. Dat ik dat kan toevoegen. Zou gewoon heel erg nice zijn. Dan heb je alle stappen gewoon gedaan. Want ja, dat is het enige. En dat wilde ik dus in deze video aan jullie uitleggen. Ik hoop dat jullie het waarderen. Want heel veel mensen kijken gewoon niet naar dat tapje. En nu weet je gewoon de uitleg erachter. Door je dus niet de V-Bucks hoeft te kopen. Maar je het gewoon met echt geld kan betalen. Waarbij je dus uiteindelijk ook nog eens V-Bucks op je account krijgt. Dus bedankt voor het kijken, jongens en meisjes. Ik check jullie zo snel mogelijk weer bij een nieuwe video. Dus zet dat belletje aan om de eerste te zijn die je melding krijgt. En bedankt voor het kijken. En voor nu zeg ik gewoon later.